de heren van Tilburg. Hoe voelen jullie in Geleen, Dennis? Ik heb het hartstikke goed naar mijn zin. Ja, het klikt ook gewoon allemaal met het team, met de spelers. We zijn hier super goed ontvangen. Ja, ik heb het echt goed naar mijn zin hier. En hoe is het met het niveau? Want je komt van eredivisie niveau, Breda af. Is het nog een tandje hoger, hè? Het is zeker een tandje hoger. Dus ik ben blij dat in het begin van het seizoen lag de trainingen, het tempo lag heel erg hoog, dat ik goed eraan kon wennen. Maar ik denk dat het op zich wel dat het vrij solide gaat. Dus het gaat me wel goed af, vind ik zelf. En toen hoorde je op een gegeven moment, er komt nog een kruikenzeiker naar Geleen. Tijn, hoe vond je dat? Dat vond ik heel fijn natuurlijk. Hè. Niet alleen omdat ik Tijn ook zelf heel goed ken, maar we rijden samen vanuit Tilburg hierheen. Dus het is beter als alleen rijden. We hebben een beetje klets onderweg, dus ja, het is gezellig. Tijn, een wel overwogen beslissing was dat? Ja, het heeft natuurlijk even geduurd voordat ik de stap heb gemaakt. Maar ja, ik heb er goed over nagedacht en ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt. En zoals we in de puur Limburg zeggen, best met de vod in de boter gevallen. Ik denk dat ik dat verstond en ik denk dat ik dan ja moet zeggen. Ja, want volgens mij heb je 3-4 wedstrijden, nee, 5 wedstrijden gespeeld. Mijn dat was mijn zesde volgens mij. En heb je er 3 van gewonnen? Ja, daarom begon een beetje moeilijk. Maar gelukkig hebben we die belangrijke wedstrijd afgelopen woensdag gepakt. En nou heel goede stappen gezet in deze 2 wedstrijden. Dus dat is fijn. Hoe hebben jullie dat ervaren afgelopen woensdag? Ja, voor mij was het natuurlijk wel een beetje raar, omdat ik echt pas de enige wedstrijd die ik gespeeld had in die Benelux Cup-series was de finale. Natuurlijk keigaaf om mee te maken, maar dat voelt natuurlijk wel gek om dan in één keer een finale te spelen zonder al die voorgaande wedstrijden mee te hebben gedaan. Maar het was echt een heel, heel fijn gevoel dat we wonnen. Hoe was het voor jou, Dennis? Ja, super. Als je zo al hier naar de wedstrijd komt, er staan allemaal al fans te wachten. Het is zo druk, de sfeer is zo goed. Ja, dan wil je het liefst eigenlijk iedere week voor zo'n hal spelen. Maar ja, ik hoop, er komen steeds meer mensen kijken. Dus dat is een goed teken. Dat hebben we iets leuks laten zien met z'n allen. Ja, het is mooi dat we nu al een prijs hebben kunnen pakken. En we gaan de volgende 4 februari pakken. Ja, even waren jullie de draad kwijt, hè? Vlak voor de kerst. Nou, de draad. Maar die hebben jullie vanaf woensdag heel goed opgepakt. Ja, ik denk niet dat we de draad kwijt waren. Het zijn gewoon, soms gaat het kleine misstappen, snap je? En dat kan gebeuren. Ja, kijk, dat gebeurt in een wedstrijd. Maar ja, ik denk dat we de draad inderdaad goed op hebben gepakt. Die wedstrijden hebben niet slecht gespeeld. Maar ja, dit zeggen, we maken kleine misstapjes en dan wordt gelijk afgestraft. Dus alle teams zijn heel erg aan elkaar gewaagd, dus je weet dat je eigenlijk geen misstap mag maken. Maar je wint wel 2 keer van Heerenveen binnen 4 dagen. Heerlijk. Heerlijk. Ja, dat voelt dat voor jou ook? Ja, tuurlijk. Je wil altijd winnen als ijshockeyer en van Heerenveen winnen ze een lastige wedstrijd. En helemaal vandaag hoe we ze aan hebben gepakt is een kei lekker gevoel. Eigenlijk geven ze jullie een handreiking, hè, vandaag. Ja, ze pakt een paar domme straffen, waardoor wij een paar keer powerplay goals kunnen scoren. Ja, kijk, dat gebeurt ook in de wedstrijd. Het is emotie natuurlijk en het laait een beetje op. En wij hebben het goed afgestraft. Dus. Dat is een domme overtreding, maak jij nooit als verdediger? Nooit. Die zit er wel eens bij, hoor. Maar ja, oké, dat gebeurt af en toe. Hey, maar foutloos weekend, dat verlang je natuurlijk meer naar. Ja, 6 punten, dus dat smaakt heerlijk. Hè. Dus we gaan op naar volgend weekend. Dus ja, we hopen daar weer 6 punten te kunnen pakken. Zo, Tilburg voelt zich thuis alleen. Jawel, ik begin me steeds meer thuis te voelen. Oké, dankjewel. Dankjewel. Hè.